Yo, Nintendo fans. Welkom bij een nieuwe Paper Mario waarin we in het Samurai Pretpark zijn. We moeten nu naar het noordoosten, want we zijn op zoek naar een sleutel voor deze poort. Zodat we het personeel kunnen bevrijden wat in dit pretpark werkt. Want het is hier nogal stilletjes. Het noordoosten, dat is hier ergens. Ik heb hier in ieder geval een shortcut die ik kan ontgrendelen. Dan hoef ik niet meer helemaal rond te lopen de hele tijd. En laten we even kijken wat hierin zit. 100 muntjes. Hier zie je wat vliegen over deze dakmuur ding. Daar zijn twee drybones met een bot aan het gooien. Wij hebben dat bot nodig om straks te kunnen geven aan een Chainchomp. Maar ja, we moeten dus even de linkjes leggen. We moeten alle juiste items vinden. En de antwoorden gaan we waarschijnlijk hier in het noordoosten krijgen van dit pretparkie. So, let's go! We moeten ondertussen ook wat battletjes voeren. Om die battles te fixen, kan je de hulp inroepen voor Toads door ze te laten juichen. Dan komen er allemaal muntjes hier en dan hoppakee, dan komen we ons helpen. Dan zetten ze de enemies op de plek, dan gooien ze wat bommetjes. Krijg ik soms wat HP erbij, ook lekker. En dan moeten wij het zelf nu voor de rest even oplossen. Ik denk dat dit ongeveer zo dan zou moeten. En dit zo. Ja, en dan zijn we er. Nice. Pak ze. Lekker. Goed bezig, Mario. En de volgende. Hoppakee. Yes. Nice. En dan nog even dit groepje. Wat het waarschijnlijk wel gaat overleven, denk ik. Want ze zijn vaak net even te sterk voor mij. Ook al heb ik een uitstekende slag. Volgens mij hebben ze 20 HP en houden ze er steeds 1 HP over. Bobby die is wel lekker 2 aan het slopen. Dus dat is top. Oh. Wacht even dan. Wacht even. Ja, en hij roept weer hulp in van andere chain... Ja, shy guy'tjes. Kwam er even niet uit, jongens. Het zijn natuurlijk shy guys. Maar ik ga er een klein beetje van uit dat het alsnog geen probleem is. Kijk, al die Toads lekker genieten daar zo op die tribunes, jongens. Heerlijk. Ik ga deze eens even kapot maken met de glanzende schoenen. Nog niet. Blijft er nou nog eentje leven? Wil jij die even slopen dan, Bobby? Ja, en dan staat er daar toch nog één. Hoppakee, dat blokken we even. Ja, nou is het hopelijk wel klaar met je, toch of niet? Hatsaflats. Ja, hij is weg. Nice. Dus, we moeten onder andere op zoek naar een sleutel. We moeten het bot zien te vinden en iets waarmee de drybones zouden willen spelen. Weet je wat? Laten we eerst eens eventjes op dit plein gaan kijken. Even dit gaatje vullen met kersenbloesem snippers. Ah, kijk, hier is volgens mij de baas van die Shuriken Dojo. Kan dat kloppen? Ben jij een beetje ongeïnspireerd, gozer? Wat dom van me. Vandaag trainen we niet met werpsterren, maar leren we ademen door rietstengels. Hey. Ik heb een rietje voor je. Die heb ik in de vorige aflevering weten te vinden. Hier, ik heb een rietje. Geniaal, dat buisje lijkt speciaal gemaakt voor ninjas. Zullen we ruilen? Jouw adembuisje voor mijn werpsterren. Dat lijkt me een topplan. Hoppakee, wij hebben een paar werpsterretjes. Eens even kijken wat we daarmee moeten doen, jongens. Wat ze flats. Kunnen we even hier naar boven? Eens even kijken wat hier allemaal achter zit. Kijk, sowieso een toad gevonden. Kunnen we hier ook naar binnen of niet? Nee, dit is het dicht. Kan ik hier met een VIP-pas dan naar binnen? Nee, ook niet. Kan ik hier met mijn shuriken sterren naar binnen? Nee, ook niet. Nou, dan moeten we ook even wat op zien te vinden nog blijkbaar. Oh, wat is dit trouwens? Ah, kijk eens. De vouwarmen. Deze kunnen we grijpen. En dan moeten we even kaart op smacken. Hoi, Toad. Dat grote gebouw daar over de rivier is het huis der valstrikken. Ik heb gezworen dat ik daar nooit meer zou komen. Maar mijn meester moet worden gewroken. Hij is zijn portefeuille daar eens een keer kwijtgeraakt. Eens even kijken. Wat zit hier? Ja, dit is zeker ook weer een valstrik. Of zit hier wel een Toad? Ah, hier zitten meerdere Toads zelfs. Die waren lekker even in de zandbak aan het spelen. Oké, hier hebben we ook alles gehad, zo lijkt het. Pakken we hier even een blauwe Toad. Oh, het is een rode Toad. Oké. Ik zag hier wat parkpersoneel voorbij lopen. De personeelsruiter moet hier ergens in de buurt zijn. Mooi, daar moeten we ook naartoe zien te komen. Alleen, hoe komen we daar dan? Want dit is een doodlopende straat. Oké, ik denk dat ik met die shuriken sterren... eventjes naar de werpstudio moet. Of naar de shuriken studio. Ik weet niet zo goed hoe dat heette. Even kijken waar dat ook weer was. Volgens mij was dat hier zo. Ja, kijk, die sterren die zijn wel aardig te herkennen. Laten we eens even kijken of we die dingen hier kunnen gebruiken dan. Ja, de baas is er alleen nog niet. Zouden die drybones dan deze sterren willen hebben? Vinden jullie die sterren leuker dan dit bot? Laten we eens even kijken. Hier, ik heb werpsterren voor jullie. Wil je dit hebben? Nee, ook niet. Zij willen gewoon die honkbal hebben. En die honkbal, die kan je dus krijgen als je daar wint in die shuriken studio. Hoe komen we hier? Oh, wacht, er zit gewoon een deur, joh. Had het dan even gezegd dat daar een deur in zit, man. Dat zag ik toch helemaal niet. Al die moeite voor niks. Er ligt ook een kistje hier zo. En in dat kistje zit een bankje miniatuur. Alright, let's go. Oké, ik zie sowieso al wat Toads hier binnen. Hallo, Toadje. Halt, wie is daar? Oh, jij bent het Mario. Ik dacht dat je weer zo'n vervelende indringer was. Terwijl ik hier opgevouwen lag, is hier een vreemde snoeshaan naar binnen gerend. Hij droeg groene kleren, groene pet. Luigi, waar ben je? Waar ben je, grote vriend? Hoppakee, nog een Toadje. Die zit lekker in de kast te slapen. Ik
ben de baas over de Shuriken Dojo. Kijk, deze gast moesten we hebben. Vandaag hadden we 0 bezoekers, dus het leek me een aardig moment om mijn ogen wat rust te gunnen. Ik kan nu beter teruggaan. Kijk, we moeten strakjes even naar die Shuriken Dojo waar we net ook waren. En dan kunnen we die prijs gaan krijgen. Ja, en dan gaat het denk ik zo langzamerhand wel de goede kant op. Het Samurai Park is overvallen door woeste origami-krijgers. Hoe gepast, vreselijk. In deze personeelruimte vind je alles om in de burcht binnen te komen. Zeker toch de... oh jee. Oh nee, de sleutel is weg. Hij is verdwenen. De sleutel is verdwenen. Nee. De sleutel. Nou, is hij verdwenen. Oh, is de sleutel echt verdwenen? Ja, de sleutel is echt verdwenen. Luigi heeft de sleutel, zeker. Het is de loper die elke deur in het samurai-pak voor je opent. Die sleutel die moeten we wel even zien te fixen, jongens. Luigi, waar heb je die sleutel meegenomen? Dit is trouwens super dope. Kijk hier die helm van Samus. En van Donkey Kong. Heel vet. Een reuzenmasker. Wie wil daarmee rondlopen? Kan ik ermee rondlopen? Kan ik hem opzetten? Ik wil hem opzetten. Gun mij zo'n masker. Kijk eens wie we daar hebben. Welkom in het Samurai Park. Of welkom achter de schermen van het Samurai Park. Dit is de ruimte waar we alle spullen die we niet meer gebruiken bewaren in dit park. Oh, ik mag ze meenemen? Ja, ik wil dit meenemen. Wow, Jungle Koning masker. Vet. We mogen dit allemaal meenemen. Maar, ik wil die andere. Super lachen. Het ziet er sterk uit. Slaat het de gong? Je weet wel, zo van klong. Nee, dat is er niet helemaal. Nee, dit is Donkey Kong, vriend. Super vet. Maar ik wil deze hebben. Deze, ja man. Het ruimtekrijgersmasker. Oh, snap. Oh, dit muziekje is episch. Dit muziekje, ik wil zo graag een nieuwe Metroid game, jongens. Gun mij een nieuwe Metroid game, Nintendo. Nou, laten we dat Goomba-masker dan ook nog maar meenemen. Hoppakee. Oh, dit gaat niet helemaal lekker volgens mij. Ah, deze leidt zijn eigen leven. Oh, dit is echt grappig. Olivia gaat helemaal stuk ondertussen. Olivia, doe eens rustig. Olivia kan het niet meer aan, jongens. Oké, Olivia, genoeg gespeeld. Kan ik die ding ook gewoon opzetten dan? Oh, misschien kunnen we met die maskers wel in speciale ruimtes komen. Dat zou natuurlijk kunnen, maar... eerst naar de Shuriken Studio. Ik heb zo'n voorgevoel dat Luigi daar is, jongens. Dan kunnen we misschien eindelijk die sleutel fixen. Hier voor deze deur. En dan kunnen we naar binnen om het blauwe lint eindelijk door te knippen. Oké, we zijn er. Voor de derde keer. Ik wilde net de Shuriken Dojo weer openen. Maar iemand is er met mijn werpsterren van. Ik heb werpsterren, man. Hier, ik heb ze. Hier. Kijk. Vriend, alsjeblieft, man. Maar nu wil ik die baseball hebben. We kunnen hier namelijk een populair spel spelen waarbij je werpsterren lanceert en een aantal doelen probeert te raken. Tref je als beginner alle doelen, dan win je een honkbal. Ja, die willen we hebben. Die willen we hebben. Welk niveau durf je aan? Zullen we eerst even oefenen? We moeten binnen een bepaalde tijd minimaal 10 punten zien te scoren. Oké. Hoppakee, die was raak. Lekker. Doel 2. Nice. Oh shit, die was mis. Ja, nu hebben we een probleem. Ik heb nogmaals 2 punten. Ik heb hier 1 punt. Nu gaan we voor de 3 punten. Ja, lekker. Ah, die was mis. Jammer. 1 punt. Oh, mis. 2 punten. Nog een keer 1 punt. 2 punten. Lekker. Nog een keer. Ah, oké. Oh, ik ga voor de 3 punten, jongens. Oh nee, net te laat voor de 3 punter. We hebben in ieder geval 16 punten behaald. Maar ja, dit was een test. Dus ja, hier hebben we niet zoveel aan. Oké, laten we nu voor de beginners gaan, jongens. Oké, spannend dit. We moeten precies 21 punten. Heb ik meer dan 21? Oh, ik moet precies 21? Oké. Ik had er net 16. Precies 21 dus. Oké, we gaan beginnen met 1 dan. Oh, maar dan moet ik alleen wel even goed schieten. Oh, dit zijn er 5. Dat is nice. Daarachter zijn er 3. Oeh, dit zijn er gelijk 8. Lekker! Hoeveel punten heb ik? Ik heb nu al... ja, nice. Ik heb al 19 punten. Ik moet nog een 2 of 2 eentjes hebben. Ja, kijk. Hier is een 2. We got it. 21 punten. Klaar. Hoppakee. 36 seconden over. Geen probleem. Oké, jongens. De honkbal is in de pocket. En die honkbal, die moeten we brengen naar de dry bones die aan het gooien waren met een bordje. Dan kunnen we dat waarschijnlijk ruilen en dat bordje kunnen we weer aan Changeomp geven. Maar, nu wil ik ook wel even de expert versie proberen natuurlijk. Hoeveel punten moeten we scoren bij de expert versie? We moeten binnen de tijd minstens 80 punten scoren. Oké dan. Dat is best veel, jongens. Dat is best veel. Oké, dat is alvast 3. Daarachter is een 8. Ja, nice. Hier is nog een keer een 8. Ah, jammer. Oh, we hebben min 3. Nee, we hebben min 3.
Daarachter is een 3, die wil ik hebben. Deze 3 wil ik hebben. Dan wil ik nog een 3 hebben. Dan ga ik daar voor die 3. Oh, ik mis weer. Ik mis nog een keer. Geef me die 8. Geef me die 8. Ik moet sowieso 8 hebben nu. Ja, lekker. 8je. 2'tje erachter. Dan gaan we nu voor die 8 daarachter. Ja, die hebben we nog net. Hier is nog een 8. Pak hem. Lekker. 5. Nice. 2 erbij. Tuurlijk. Tuurlijk. 3 nog. Oh, die min 3 moeten we sowieso niet pakken. Ik pak hier even een eentje. Oké, dit is een 5. Die 5 kunnen we... min 1. Nee. Ik heb min 1. Die 8 moet ik hebben erachterin. Lekker. 2 erbij. Ik kan mijn score niet bijhouden, jongens. Ik weet niet hoeveel we hebben nu op dit moment. Ik heb geen idee. Dat is in ieder geval nog een 8. Nee, 76. Ah! Oké, laten we dit nog een keer proberen. We kunnen dit gratis nog een keer doen, blijkbaar. Omdat we het VIP-kaartje hebben, mogen we dit gratis nog een keer doen. We gaan sowieso een keer de 80 halen, jongens. Alleen nu waarschijnlijk niet, want ik begin al gelijk fout. Ik moet die 8 hebben, jongens. Ik moet die 8 hebben. Ja, top. Die 8 hebben we. 5 hebben we. 3 pakken we. Even een eentje tussendoor. Hier nog een 5. Nice. Nu die... Ah, die 3 achterin hebben we niet. Nee! Die 8 achterin? Ja, lekker. 8 achterin hebben we. Nu moeten we voor die 3 zien te gaan. Ah ja, 2 is ook goed. Nog een 3. Hadden we nou die min 1? Serieus? Nee, joh. We hadden toch niet die min 1? Hadden we echt die min 1? 8! Pak die 8! Lekker. Een 2'tje. Ja, dit is een 1. Dat is jammer. Pak die 3. Ah, oké, 5. Ik wou eigenlijk 3 pakken. 8, lekker. Hier nog een 8. Heel goed. Dit gaat goed. Nu kunnen we die 8 daar helemaal achterin pakken. Ja, toppie. Toppie woppie. Lekker. Hier 3. Hoppakee. Hoppakee. Dit gaat helemaal lekker. 3'tje. We hebben al 94 punten. We hebben 94 punten. Lekker. We got him. We hebben een exclusieve, eenmalige, extra super speciale prijs. En dat is inderdaad de papier-mâché Koopa Troopa. Alright guys, we zijn klaar hier. 94 jongens, dat was volgens mij een prima score. En nu snel naar die dry bones. Even mijn honkbal inruilen. Yo, gasten. Kijk eens wat ik nu voor jullie heb dan. Hier, een honkbal met handtekening. Deze wil je sowieso hebben. Ja, laat het ruilen voor een bot. Normaal gesproken zou ik dat nooit doen. Een honkbal met een handtekening ruilen voor een bot? Nou, ik hoop dat jullie er blij mee zijn, gasten. Maar dat bot hebben we dus ook nodig. Want dat bot, dat mogen we even hierin leggen. Om prinses hier wat te eten te geven, jongens. Alsjeblieft, geniet ervan, prinsesje. Eet smakelijk. Olivia wil er aaien. Olivia, doe dat nou niet. Kijk nou uit. Kijk. Lukt? Oh, oh, kijk eens. Oh, oké. Okay. Nou, GG, Olivia. Dan pak ik even dit hartje op natuurlijk. Krijgen we hier 20 HP van erbij? Wow, dan zitten we heerlijk aan de 100 HP. Holy crap. Nou, bedankt Olivia. Bedankt dat je even deze changeroom wilde aaien. Olivia zegt, je lijkt wat sterker te zijn geworden. Oh, dan kunnen we sommige vijanden gewoon op deze manier slaan. En dan hoeven we waarschijnlijk niet tegen ze te battelen. Kijk, dat is super handig. Wat ook handig is, is dit vraagteken en deze glanzende schoenen. Dan vullen we even dit shuriken gat op. En dan vullen we even dit gaatje op. Top. Dan doen we dat hier ook even. En dan gaan we hier even een bruggetje maken. Hoeven we in ieder geval niet meer rond te lopen. Dat is ook chill. Er schijnt hier ergens nog een toad verstopt te zitten trouwens. Zit er hier? Ja, kijk. Hier in het hondenhok. We kunnen bij hem vissen. In het huis der valstrikken. Of naast het huis der valstrikken waarschijnlijk. Want hij staat letterlijk hier. In de vorige aflevering hebben we ook al gevist trouwens. We mogen gratis vissen. Omdat we dus de VIP-pas hebben. Het is toch wel slim dat we die VIP-pas hebben gekocht. Hallo, is er vis dan? Oh ja, daar is vis. Oh, er is best veel vis. Hoe gingen we ook weer vissen? Ik weet het niet meer. Volgens mij moesten we op het juiste moment op A drukken. En dan keihard op A drukken. En dan kunnen we hem binnenhalen. Hoppa. Daar is weer een tootje hoor. Oké, wat ligt hier nog meer in het water? Oh, ik zie daar een glanzende vis, jongens. Ik moet die glanzende vis hebben. Zien jullie hem ook? Daar zo. Ah, nee. Ja, als ik nu mijn hengel lekker daar in de verte gooi... Ah, nee, dan heb ik precies niet de glanzende vis. Ik wil jou helemaal niet. Ik wil die glanzende vis. Oké, glansvis. Hier. Nee? Glansvis is weg. Holy crap. Kijk die grote vis. Ik wil die grote. Nee. Ja, hij gaat. Oké, focus. Hij is wel traag.
Ja, pak hem! Pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem! Pak hem, what? Holy crap! Dit is de ultieme mega vis, jongen. Oh, wow, het is geen eens een vis. Huh? Waar gaat die naartoe? Oké, kan ik ondertussen hier naar binnen? Ja, kijk, we kunnen hier naar binnen. Welkom in het huis der valstrikken. Een ninja huis vol lissen en valkuilen. Dat heb je goed gehoord. Dit is het huis der valstrikken. Hou in het heel huis of struikel je en sta je in je hemd. Ga naar binnen als je durft. Let's go, Olivia. Let's go. We doen dit. Het is inderdaad superleuk. Ga je ook mee, Bobby? Of blijf je weer buiten staan? Bobby zegt, ik ben helemaal niet bang om zijn griezelig huis vol valstrikken te betreden. Alleen vind ik... Oh, hij houdt nu weer niet van ninja gedoe. Dat vindt hij kinderachtig. Ga je nou serieus weer niet mee? Met mij? Jawel toch, Bobby. Bobby, kom joh. Nee? Ah, Bobby die gaat weer niet mee, joh. Jonge, jongen, wat een gozer. Gegroet, ninja-leerlingen. Zijn jullie klaar om jullie prille ninja-kunsten op de proef te stellen? Deze ninjutsu-proef voer je uit in traditionele paddenstoelstijl. Je ninja-niveau wordt bepaald door het aantal verborgen ninja's dat je onderweg kunt vinden. Halen jullie het hoogste niveau? Met een perfecte score willen jullie een fantastische prijs. Het huis der valstrikken gaat nu open. Daar gaat hij dan van ninja tot ninja. Oké, let's go. Wat moeten we allemaal doen? Hier is in ieder geval iets. Ik heb een staart gevonden. Moet ik hier op deze muur slaan? Kijk! Ik vertrouw dit voor geen meter. Wat moet ik allemaal doen hier? Ik kan altijd hierop slaan. Hier, boze toot hebben we weer. Ik kan altijd hier aan trekken. Nog een boze toot. Misschien kan ik hier aan trekken of hierop slaan. Of de deur hier open doen. Ja. Ja, oh. Misschien kan ik hier aan trekken. Hoppakee. We moeten zoveel mogelijk toot zien te vinden. Hè? Dat is het ding. Nu hier aan trekken, denk ik. Kijk, nog één. En hier ook nog aan trekken. Ah, een geheime ingang, jongens. Maar wat is hier dan? Ah, kijk, hier is ook nog een toad. Toad ninja, let's go! Oké dan. Hey, wie is dit dan? De ninja's die zijn ook tot origami gemaakt. Freaking origami ninja's, jongen. Gasten, waarom zijn jullie origami geworden? Ik vond jullie zo leuk. Oké, dat is in ieder geval wel één. Waarschijnlijk moet ik op al deze dingen slaan. Ja, dat dacht ik al. Oké. Dit wordt een flinke battle. Of misschien valt het wel mee. Zou ik dit ook met mijn normale schoenen gewoon kunnen fixen? Eens even kijken. Ja, joh. Oh. Of net niet. Kijk, ze aanvallen dan. Auw. Gij zult mij niet aanvallen, vriend. Huh? Wat? Wat is dit? Sikke ninja truc, jongen. En nu zijn ze weer aan de beurt. Nee, joh. Willen jullie dit alsjeblieft even niet meer doen? Ik moet deze ninja's duidelijk niet in hun gang laten gaan. Want zij gaan helemaal los, joh. Kijk, daar is die weer. Hè? En nu zijn ze ook weer aan de beurt. Dit is zo niet eerlijk. Kijk met hoeveel ze nu opeens weer zijn. Zal ik gewoon op ze bakken springen? Misschien helpt het als ze springen. Misschien helpt het niet als we de hamer doen of zo. Toads, kom mij eens even helpen. Ik kan wel wat HP gebruiken namelijk. En ik wil ze gewoon in één keer slopen, deze gekken. Dankjewel, Toads. Go, Mario. Hoppakee. Ik doe dit even met mijn glanzende schoenen, want dan gaat het sowieso ietsje sneller. Hoppa. 1, 2, 3 en 4. Zo doen we dat. Lekker bezig. Hoppakee. 3 weg. Nice. Oh, er stond er nog één. Nou, geen probleem. We doen het gewoon weer met die glanzende schoenen. Dan is het zo klaar. Kijk maar. Hoppakee. Nice. Oh, kijk hoeveel freaking ninja's hier de hele tijd zijn. Ga nou eens weg, joh. Ik heb helemaal geen zin in jullie. Nee, ik heb helemaal geen zin in jullie. Laat me met rust. Laat me met rust. Oké, hier is nog één zo'n ding. Ja, dat is de laatste. Maar waarschijnlijk moet ik deze gewoon allemaal verslaan. Anders kunnen we niet verder. Dit is geen vriendelijke attractie, jongens. Dus kijken of dit nu wel gaat lukken met de hamer. Ik hoop dat we sterk genoeg zijn met die hamer. Oh, nee! Het kan gewoon niet met die hamer. Volgens mij moet ik echt per se op hun springen gewoon. Eens even kijken wat er gebeurt als ik op deze gasten spring. Kijk, zie je, dan kan ik ze wel gewoon raken. Maar alsnog kunnen zij me ook de hele tijd aanvallen, hoor. Oh, wacht even. Ik moet natuurlijk hun zo neerzetten. En dan heb ik nog twee ringacties. En dan kan ik ze achter elkaar neerzetten. Ja, op deze gasten moet je dus duidelijk niet... met je hamer gaan slaan, want dat werkt gewoon niet. Ik doe mijn glanzende schoenen weer aan voor extra damage. En dan zijn ze weg. Maar we hebben nog een golf. Nee, stop het. Kom even helpen, tootjes. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. En dat was hem. Oké, ze allemaal weg nu? Hopelijk kan ik hier nu gewoon even rustig chillen. Waar moet ik nu naartoe? Ik hoorde hier wel wat geluiden. Oh, kijk, hier moesten we dus een klap op geven. En dan zie ik hier inderdaad een koord waar we aan kunnen trekken. Ja, kijk, dan hebben we een tootje bevrijd. Oké, ik zie enemies. Sowieso. Die enemies die lokken me naar buiten. Ja hoor. Op de brug. Prachtig bruggetje wel hoor, trouwens. En naar het andere deel van de zaal. Oeh. Oh, wauw, oké. Laten we...
maar een klein beetje voorzichtig doen dan. Easy, rustig, rustig. Kan ik hier naar rechts? Nee, ik kan hier niet naar rechts. Kan ik via hier naar boven dan? Want dit is de plek waar ik naartoe moet. Oh, ik moet hier nog naar rechts en dan... Kan ik hier naar links? Ja, oké, ik kan hier naar links. Klap! Of niet? Oh, kijk, 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 kijk. Hier zit een... Ja, oké, een glanzende werphamer. Oeh, die is nog sterker. Misschien moeten we die maar eens eventjes aan gaan zetten. Hoppa. En ik heb nog glanzende schoenen die ik ook aan kan zetten. Kijk. Dit is een mooie voorraad zo. Oh, hier kan ik niet verder. Hier kan ik ook niet verder. Wel even hier ook nog kijken, denk ik. Zou hier nog wel... Kijk, hier is sowieso een koord. Daar gaan we eens even aan trekken. Ah, en dan kunnen we naar boven. En we vinden dan ook weer een toot. Maar we zijn hier nog niet klaar hoor, jongens. Kijk, want hier is nog een tootje. En misschien zijn er nogal meer tootjes. Bijvoorbeeld hier nog. Ja, kijk, zie je? Daar is er nog één. Auw, dat doet pijn. Oh, ik moet wel even iets voorzichtiger worden weer. Want dit gaat helemaal niet goed. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Oh, ik kan daar helemaal niet naartoe, joh. Zie je, dat is helemaal afgesloten. Okay, laten we hier naar boven gaan, via de trap. Hoppa! Zag je hem rennen? Zag je hem rennen? De oh, het is een muis. Ik dacht dat het weer een vlerkie zou zijn, maar het is een muis, jongens. Hoppakee. Doei, muis. Hoi, muis. Ik denk dat dat wel moet kunnen met onze gewone schoenen. Toch, muizen zijn toch niet zo sterk? Nee, precies. Zie je? Pak ze! Hoppakee. Volgens mij hangt hier ook een toot onder. Kijk, zie je? Ik zag het wel. Ja. Scherp. Moeten we denk ik deze kant op. Oh, daar is een kistje. Hoe kom ik nou bij dat kistje? Ah, ik kom zo bij dat kistje. Kijk. Top. Top. Kistje pakken. En daar zit ook weer een tootje in. En nu dan? Moeten we nu... Kunnen we nu naar... Hè? Oh, kijk, nu kunnen we hier naar beneden vallen. En dan zijn we erachter. Ja, kijk, en dan kunnen we door naar het volgende deel. En dan kunnen we het deurtje openmaken voor nog een nieuwe ninja toad. Ik ben wel heel benieuwd of hier ook nog wat in zit trouwens. Dat moet haast wel, toch? Nee, zit hier helemaal niks in? Ah, gelukkig kan ik mijn game hier opslaan. En dat is wat we gaan doen, jongens. Want deze video duurt alweer super lang. De volgende keer gaan we verder in deze tempel. Ik ben super hyped. Ik ben echt benieuwd wat hier nog gaat gebeuren in het huis der valstrikken. Jongens, doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon, Nintendo en Paper Mario video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op Twitch. .tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!